Vitesse ligt in puin. Het zat er al even aan te komen, maar Vitesse is gedegradeerd naar de keukenkampioen-divisie en dreigen zelfs eventjes hun proflicentie kwijt te raken. Gelukkig voor Vitesse komt het niet zo ver. Maar ze zijn natuurlijk ver weg van wat ze willen. Ze willen natuurlijk gewoon weer terug naar de Eredivisie. Ik denk dat ze daar iemand voor nodig hebben. Iemand als Kylian Mbappé misschien? Zouden ze dan wel in de Eredivisie kunnen blijven of misschien zelfs kans hebben op een kampioenschap? Dat gaan we zien. Want vandaag haalde ik Kylian Mbappé naar Vitesse. Na eerst even wat dingen ingesteld te hebben, is dit het team waar we het ongeveer mee gaan doen dit seizoen. Met uiteraard Mbappé in de spits. De eerste wedstrijd spelen we in een pre-season tournament waarin we dus gelijk een beetje kunnen zien hoe alles gaat lopen. En Mbappé hoeft zeker niet warm te draaien, want hij scoort niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, maar vier keer in deze wedstrijd die uiteindelijk met 6-3 gewonnen wordt. De wedstrijd daarna tegen Hull City wilde ik graag zelf even aanvoelen hoe het... Ik laat het wel aan de computer over. Uiteindelijk spelen we net zo met 1-1 gelijk en de laatste wedstrijd van het vorige seizoen tegen Boavista winnen we met 3-1. En niet lang daarna beginnen we het seizoen in de Eredivisie tegen RKC. Het spel gaat redelijk lang op en neer totdat in de 34e minuut de bal bij Mbappé komt en hij hier in zijn eerste Eredivisiewedstrijd gelijk weet te scoren. En met deze 1-0 gaan we ook de rust in. Het gaat heel lang goed in de tweede helft, maar in de 80e minuut komt RKC met een voorzet die binnen wordt gekopt wat ze op gelijke hoogte brengt. Ik probeer volgens nog wat wijzigingen aan te brengen om te kijken of we toch nog kunnen winnen. En dat werkt zijn vruchten af, want hier hebben we gelijk een gevaarlijke aanval. En er wordt iemand smerig neergelegd. Wat betekent dat de speler van RKC met tweede gele kaart het veld af wordt gestuurd. En uiteindelijk is het Kylian Mbappé die weet te profiteren uit deze vrije trap. Want hij schiet in de 87e minuut de 2-1 binnen. Waardoor wij de eerste wedstrijd van het seizoen weten te winnen. En dan mogen we gelijk een spannende wedstrijd gaan spelen tegen Ajax. Kunnen we gelijk zien hoe we staan ten opzichte van de traditionele top 3. En we winnen 3-2 van Ajax door wederom twee doelpunten van Mbappé. De volgende wedstrijd wordt dan gespeeld tegen Heracles en die winnen we eenvoudig met 3-0. En dan is het tijd om verder te gaan simuleren tot ongeveer halverwege het seizoen. En we zien ondertussen dat we best wel een hele hoop wedstrijden winnen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit betekent voor de stand straks. Maar dan... een spannende wedstrijd tegen Volendam. Die het verrassend genoeg bizar goed doen en zelfs vierde staan. Dus laten we gaan kijken waarom dat het geval is. Is dat wie ik denk dat het is? En kijk hem staan dan. Kijk hem staan. En hij scoorde, maar Haaland reageerde snel op met ook zijn goaltje. Rent de 16 meter in. Gaat hij uithalen? Haal uit, jongen. Golasso, 1-1. Haaland met de goal. Dit kan nog lastig worden. Maar ik denk dat Mbappé gelijk op de bewijzen tegen Haaland. Hij schiet in de 21ste minuut de 1-0 binnen. Echter komt Haaland wel snel met een antwoord. Want eigenlijk direct na de aftrap schiet hij de 1-1 binnen. En met die stand gaan we de rust in. Gelukkig is de Mbappé die vlak na rust de 2-1 binnen weet te schieten. En niet heel veel later zelfs zijn hat-trick compleet weet te maken. En Mbappé is echt op dreef, want hij weet zelfs zijn vierde doelpunt van de dag te maken. Wat betekent dat het Vitesse van Mbappé met 4-1 wint van het Volendam van Haaland. Dan is het tijd om verder te simuleren. Zo liggen we er helaas gelijk al uit in de beker tegen Go Ahead Eagles en weten we de week erop ook niet te winnen van FC Utrecht. Gelukkig zetten we deze slechte reeks wel weer goed tegen Heerenveen. We weten vervolgens ook te winnen van AZ en zelfs van PSV. En nadat we winnen van Almere City is het tijd voor de wedstrijd tegen Feyenoord die we gelijk spelen. En dan zitten we officieel op de helft van het seizoen en dan gaan we even kijken hoe we ervoor staan. We staan eerste op 2 punten boven Feyenoord. Even kijken hoe Mbappé ervoor staat. Topscorer uiteraard. 6 goals voor op Haaland. Toen ik een beetje rond het team zat te kijken zag ik dat onze linksback ineens verdwenen was. Ik weet niet precies wat hier is gebeurd, maar voor mij liep er allemaal contracten af ofzo. Dus zijn er mensen weggegaan. Dus ja, kut, ik moet even een nieuwe linksback halen. Dus ik dacht, ik haal Kurzawa. Die speelt bij Paris. Fransman, past een beetje bij Mbappé, weet je wel. Dus ik denk, ja, les, en we binnen. Maar ik heb hem blijkbaar gehaald voor volgend seizoen. Dus ik heb er nog helemaal niks aan. Dus ik moet alsnog op zoek naar een nieuwe linksback. En die linksback wordt gehaald, hoor. Het staat ook niemand minder dan... Jetro Willems. Ja, als hij niet goed in het team past, dan weet ik het ook niet meer. Ik had alleen wel een kleine blunder gemaakt in de contractonderhandelingen met hem. Hey, ik heb hem namelijk vroeger een releaseklasse gegeven van 1 euro. Ja, dat vond de board ook niet heel leuk, dus dat kreeg ik nog even te horen over de mail. Ja, heb je wel eens. Laten we maar gewoon verder gaan. De volgende wedstrijd wordt gespeeld tegen Ajax en die wordt met 2-4 verloren. Dat is niet. Ik zie ook dat het hele team best wel heel erg moe is, dus ik pas maar eventjes de trainingspannen wat aan. En dat werkt, want we winnen wel van RKC. En dan is het weer tijd voor de spannende pot tegen het Volendam van Haaland. Althans, ik dacht spannend, viel heel erg tegen, want al heel snel komen we 1-0 achter door een best wel redelijk mooi schot hier van El Khadiri. Vervolgens komen we ook heel snel 2-0 achter door een goal van Haaland. En het wordt zelfs voor rust in de 35e minuut nog 3-0.
3-0 door wederom een goal van Haaland. En ja, toen gaf ik het eigenlijk op. Ik zie wanneer tot het einde en ik zie dat we uiteindelijk met 3-1 hebben verloren. En dan is het tijd om tot ongeveer het einde van het zoet te gaan simuleren. We winnen met 2-0 van Fortuna Sittard en we weten ook met 1-0 te winnen van Sparta. En we lijken onze draai weer een beetje gevonden te hebben, want we winnen nu van PEC, van NEC, van Heracles, van Heerenveen, van Utrecht. En helaas eindigt onze streak tegen PSV na een 1-0 nederlaag. We winnen wel van AZ en dan kunnen we gaan kijken hoe we ervoor staan met nog 3 wedstrijden te gaan dit seizoen. We staan 7 punten voor op Ajax, wat betekent dat we tegen Twente kampioen zouden kunnen worden. Kan Kylian Mbappé Vitesse vandaag aan hun allereerste eredivisietitel in de clubgeschiedenis helpen? Nou, het lijkt voornamelijk onze keeper te moeten gaan worden, want Twente gaat goed van starten. En de eerste kans is ook voor Twente, die net voorbij het goal wordt gewerkt. In de 15e minuut hebben wij onze eerste echte kans hier met Van Ginkel, maar die gaat naast. En ook de corner gaat er net niet in. En wat ik al zei, het is voornamelijk onze keeper die ons in leven houdt, want hier pakt hij een bal van Wolfswinkel. Later hier pakt hij nog een redding, hier pakt hij weer een redding. Nou, hij is wel echt onze man of the match tot nu toe. Met redding na redding, maar in de 42e minuut is het dan toch van Wolfswinkel die Twente op een 1-0 voorsprong weet te schieten. En het wordt zelfs voor rust nog bijna 2-0, maar het is wederom een redding van onze keeper. Dus ja, we gaan met een 1-0 achterstand de rust in. In de rust breng ik wat wijzigingen aan. Ik probeer iets aanvallender te gaan spelen, kijken of dat misschien kan werken. En bij Vlagen lijkt het te werken. Hier de 2-6 moet hebben een grote kans, maar die gaat over. En een paar minuten later krijgt ook Mbappé een kans, maar die wordt gestopt door Unistal. Maar in de tweede helft heeft Unistal sowieso wat meer te doen, want hier stopt hij nog een bal. En ook corners vallen bij hem makkelijk in zijn handen. En nadat in de 75 minuten hier nog een kans gestopt wordt, blijft het daar helaas bij. En lukt het ons niet om deze wedstrijd hier te winnen van Twente. En lukt het ons dus ook niet om kampioen te worden. Dus het feestje wordt nog een weekje uitgesteld. Nog 2 wedstrijden te gaan. Het gat nu 6 punten. Dus ik weet niet precies hoe het zit. Maar tegen Excelsior zouden we aan 1 punt sowieso genoeg moeten hebben. Dan zijn we dan hier uit bij Excelsior in Rotterdam. Kan het dan gebeuren? Kan Mbappé dan vandaag Vitesse naar de eerste titel schieten? In de 18e minuut hebben we dan een grote kans. Die wordt gestopt door de keeper. En in de 22e minuut komen we zelfs 1-0 achter. Nee toch, je gaat me niet vertellen dat het weer gaat gebeuren. En ik kan je vertellen, nee, dat gaat het zeker niet. Want Vitesse en Mbappé zijn vastbesloten om deze wedstrijd te winnen. In de 28e minuut komt Kylian Mbappé met de 1-1. Een paar minuten later schiet hij ons op voorsprong. En ook Prupper weet vlak voor rust nog zijn goaltje te maken. Maar daar blijft het niet bij. Het wordt namelijk zelfs nog 1-4, 1-5... en zelfs 1-6. Wat betekent dat wanneer de scheidsrechter hier afluit, Vitesse voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen is van de Eredivisie. De prijs zal dan thuis in ontvangst genomen worden tegen Almere, waar het trouwens ook niet rustig aangedaan wordt. In de 25e minuut is het namelijk Prupper die ons op een 1-0 voorsprong schiet. In de 45e minuut is het Mbappé. In de 54e minuut is het Mbappé. Het wordt ook nog 4-0 in de 66e minuut. En ook nog 5-0. En nadat Almere City hier op het einde nog een eregoal scoort, is dit seizoen officieel afgelopen en krijgen wij de prijs in ontvangst. We hadden het seizoen natuurlijk ook niet mooier af kunnen sluiten. Want Haaland in zijn challenge niet lukte bij Volendam, lukt Mbappé wel met Vitesse. Kampioen. We finishen uiteindelijk 8 punten voor op Ajax. En Volendam is nog afgezakt naar de 6e plek. Mbappé is met 29 goals en 10 assists uiteraard de belangrijkste man van het team. Maar ook spelers als Kozlowski. Ja, het is wel een goede naam. Heb het ook goed gedaan met 16 goals en 5 assists. Maar ook spelers als Manhoef met 12 goals en 4 assists. En uiteraard Marco van Ginkel met 9 goals en 9 assists. Waren erg belangrijk dit seizoen. In de Eredivisie eindigt Mbappé uiteraard als topscorer met 28 goals in 34 wedstrijden. Gevolgd door Gimenez, Brobbey en Haaland, die toch 10 goals minder heeft weten te scoren dan Mbappé. En ook in de assistlijst eindigt Mbappé op plek 1, waar hij gevolgd wordt door Luc de Jong, Haaland en Paixão, die allemaal op 9 eindigen, terwijl Mbappé op 10 eindigt. Wat betekent dat hij in totaal met 38 goal attributions ook natuurlijk de meest waardevolle speler van de Eredivisie was. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. De support de laatste tijd is insane. Daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Druk zeker even op de abonneerknop als je dit een leuke video vond. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Tot dan!